De stad Genk weigert systematisch aanvragen voor gokkantoren en speelhallen. En dat uit voorzorg. Met de nakende sluiting van Fort Genk zijn organisaties achter de goksector mogelijk uit op het premiegeld van de ontslagen Fort-werknemers. Zover wil het stadsbestuur van Genk het niet laten komen. En ook CDAD Limburg waarschuwt voor de gevaren van gokverslaving. We zijn op Hoevenzavel en het moet gezegd, Genk kan het aantal gokkantoren hier beperkt houden. Gokken, het begint altijd onschuldig. Oh nee, ik speel maar voor 5 euro, hè. 5 euro. Dat zijn 2 pinten bier. Wij zeggen steeds nee tegen een aanvraag van een bijkomend wetkantoor. Genk telt heel wat wetkantoren, 3 speelhallen en natuurlijk ook wel wat bingo's. We proberen daar ontradend in te werken, zodat die groei naar de toekomst niet toeneemt. Niet toevallig hebben we met de burgemeester afgesproken op de grens met Zutendaal. Deze uitbater van een speelhal kon zich hier toch vestigen tegen de zin van de stad Genk. Dit gebouw ligt voor de helft op grondgebied Zutendaal en daar hebben ze wel een vergunning afgeleverd, waardoor natuurlijk de speelhallen uitbreiden hier in Limburg en er weer een extra bij komt. De vrees en het risico dat Fort-werknemers met veel geld en een premie binnenkort hun geld gaan vergokken, zou een aandachtspunt moeten zijn in Genk, maar ook in de omliggende gemeente met Fort-personeel. Ik denk dat we altijd heel voorzichtig moeten zijn met gokken, zeker als mensen in één keer beschikken over heel wat geld. Gokken kan een verslaving zijn. Genk rekent op de hulp van CAD Limburg. Waar wij in 2015 werk van willen maken, is de lokale besturen het op de agenda zetten, het thema gokken. Dus niet alleen voor mensen die binnen Fort hun werk verliezen of waar het stopt, maar ook voor andere mensen. Want, zeggen ze hier, de winst uiteindelijk bij gokken gaat altijd naar de organisator toe en niet naar de gokker zelf. Een gokje mag, maar denk toch best even goed na, want het vaak schimmige netwerk van weddenschappen en gokspelen is ook vooral big business. Maar er gaat wel heel veel geld in om, hè? Je kan daar heel veel geld in kwijtspelen. Daar draait heel veel geld. Zeker. Er zijn duizenden gokverslaafden in de wereld, hè. Dat is algemeen gekend, hè. Als je gokt en veel gokt, kun je niet winnen. Onmogelijk.